Welkom bij dit college over verbanden tussen categorische variabelen. Eerst wil ik jullie even mee terugnemen naar vorige week. Toen hadden we het over de verschillende meetniveaus die variabelen kunnen hebben. Ik heb dit plaatje gevonden wat de onderscheiden tussen die meetniveaus nog wat beter benadrukt. Je ziet weer dat het van nominaal naar ordinaal naar interval en ratio gaat. Maar hier volgt het plaatje een soort trapvorm en dat laat heel mooi zien dat er bij elk stapje een extra niveau aan informatie bijkomt. Dus nominaal, dat zijn groepen die alleen verschillen in de naam die ze hebben. Dus je kunt onderscheid maken tussen groepen op basis van een nominale variabele. Ordinaal heeft ook een bepaalde volgorde tussen die groepen. Bij een intervalvariabele zijn er ook gelijke verschillen tussen stapjes van dezelfde grootte. En een ratiovariabele heeft een absoluut nulpunt, waardoor verhoudingen ook gelijk blijven. Vandaag kijken we dus naar de eerste twee meetniveaus, nominale en ordinale variabelen. En die noemen we ook wel categorische variabelen. Ik kwam dit plaatje tegen op het internet. Op dit bord staat dat er 102 mensen in een meer verdronken zijn, waarvan er 1 een zwemvest aan had en 101 geen zwemvest aan hadden. En vraag jezelf af, wat is de communicatieve boodschap van dit bord? En hebben we voldoende informatie om die boodschap te onderbouwen? Nou, als ik dit bord lees, dan denk ik, ze willen dat mensen de conclusie trekken dat het beter is om een zwemvest te dragen. Want er zijn veel meer mensen die geen zwemvest aan hadden, die hier verdronken zijn, vergeleken met mensen die wel een zwemvest aan hadden. Maar hebben we ook voldoende informatie om die conclusie te trekken? Ik zou zeggen nee, want wat er ontbreekt is de baseline informatie over hoeveel mensen er überhaupt zijn gaan zwemmen met en zonder zwemvesten aan. Stel je voor dat de situatie er eigenlijk zo uit zou zien. We kunnen een kruistabel maken waarin deze informatie weergegeven wordt. En die zou er zo uit kunnen zien. Je hebt hier 2 regels. Of mensen een zwemvest aan hadden, ja of nee. En of mensen verdronken zijn, ja of nee. En je ziet gelijk eigenlijk al dat de informatie ontbreekt over hoeveel mensen er zijn gaan zwemmen die het overleefd hebben. En of die wel of niet een zwemvest aan hadden. Dus je ziet hier ontbrekende getallen. Stel je voor dat de werkelijke aantallen er zo uitzagen. Er zijn 10 mensen die een zwemvest aan hadden en het overleefd hebben. En er zijn 400 mensen die geen zwemvest aan hadden en die het wel overleefd hebben. Welke conclusie zou je in dit geval trekken? Nou, als ik er zo naar kijk, dan lijkt het dat er heel erg veel mensen zijn gaan zwemmen zonder zwemvest die het ook prima overleefd hebben. Dus dan is de conclusie dat je beter met een zwemvest kan gaan zwemmen misschien niet goed onderbouwd. Terwijl als de kruistabel er zo uitziet, de mensen die het overleefd hadden, die hadden bijna allemaal een zwemvest aan en de mensen die verdronken zijn, die hadden bijna allemaal geen zwemvest aan. Dan kom je tot een hele andere conclusie. En dit is een goed voorbeeld omdat je in kranten en op nieuwswebsites wel vaker ziet dat de baseline informatie die je nodig hebt om een conclusie te onderbouwen, ontbreekt. Dus ik wil je adviseren om hier kritisch op te zijn van nu af aan. Vandaag gaan we leren rekenen met dit soort kruistabellen. We gaan verschillende frequenties en totalen leren uitrekenen en we gaan ook leren berekenen of er een verband is tussen de 2 variabelen die hier weergegeven zijn. Want ja, dit zijn 2 variabelen. De eerste variabele is of iemand een zwemvest aan had of niet. En de tweede variabele is wat het resultaat van hun zwempartij was. Als er een verband tussen die 2 is, dan kan je de conclusie trekken dat het beter is om te gaan zwemmen met een zwemvest aan. Dit zijn beide nominale variabelen. En als er een verband is tussen die 2 variabelen, dan kan je de conclusie trekken dat het beter is om te gaan zwemmen met een zwemvest aan. Normaliter, als ik dit college geef, dan laat ik studenten in de eerste paar minuten een vragenlijst invullen en die data gebruik ik dan om deze slides mee te maken. Omdat we nu vanwege de corona thuis leren, gebruik ik dit keer de data van vorig jaar. Ik heb hun toen een paar vragen laten beantwoorden, waaronder wat hun eigen geslacht was, dat is een nominale variabele, man of vrouw, en of ze van mening zijn dat volledige gendergelijkheid in Nederland al bereikt is. Met als antwoord niet of wel. Dat is ook een nominale variabele. Als we de resultaten hier in een kruistabel tegenover elkaar zetten,
dan zien we dat er 28 vrouwen van mening waren dat volledige gelijkheid nog niet bereikt was. En slechts 1 vrouw die vindt dat het wel bereikt is. En van de mannen zien we dat er 14 van mening waren dat het nog niet bereikt was. En 2 van mening dat het wel al bereikt was. Met deze getallen kunnen we ook gaan rekenen om te kijken of er een verband is tussen je eigen geslacht en of je vindt dat volledige seksengelijkheid al bereikt is of niet. Nou, wat valt op als we gewoon naar de ruwe getallen in die kruistabel kijken? We zien dat er minder mannen zijn dan vrouwen. We zien ook dat er veel meer mensen zijn die vinden dat volledige seksengelijkheid nog niet bereikt is, dan mensen die vinden dat het al wel bereikt is. En we zien ook dat er maar 1 vrouw is die vindt dat volledige gelijkheid bereikt is, vergeleken met 2 mannen. En nou zou je je af kunnen vragen, is dat verschil groot genoeg om te spreken van een significant verband tussen die 2 variabelen? Nou, dat gaan we uitzoeken. Voordat we daarmee aan de slag gaan, wil ik eerst laten zien dat je ook bepaalde totalen kunt uitrekenen over deze kruistabel. Als we bijvoorbeeld alle vrouwen bij elkaar optellen, dan krijgen we een rijtotaal, in dit geval van de waarde 29, en dat is het totaal aantal vrouwen. We kunnen dat ook voor de mannen doen, dan krijgen we een rijtotaal van 16. En we kunnen dit ook voor de kolommen doen, en we kunnen een overall totaal, een overkoepelend totaal, berekenen. En dat is het totale aantal mensen in onze steekproef. En in dat geval waren dat 45 mensen. We gaan nu leren hoe je zo'n kruistabel kan omrekenen naar een frequentiedistributie. Als je zo'n kruistabel op een abstracte manier bekijkt, dan kun je spreken over i-rijen, waarbij de eerste rij i is 1 is en de tweede rij i is 2. En je kan spreken over j-kolommen, waarbij de eerste rij j is 1 is en de tweede rij j is 2. Met die 2 letters, i en j, kan je elke cel van de tabel indexeren. Als we bijvoorbeeld zeggen i is 1 en j is 1, dan hebben we het over de eerste cel. En in die cel vind je een bepaalde frequentie, het aantal mensen dat in die cel zit. En die frequentie wordt aangegeven met de letter f. Dus als we het hebben over f1,1, dan bedoelen we f i is 1, j is 1. En dat is de frequentie van mensen in de eerste cel. Op dezelfde manier kan ik het hebben over F1,2. Dat is dan het aantal mensen in rij 1 in kolom 2. Het is altijd zo dat de rij eerst komt en de kolom als tweede, wanneer je zo'n kruistabel indexeert. Dus in algemene zin kan je zeggen dat Fi, j de frequentie is van de cel in rij i en kolom j. We kunnen zo ook een marginale frequentiedistributie uitrekenen. En dit doen we door de frequentieverdeling van iedere variabele apart te berekenen, bijvoorbeeld voor geslacht of voor gendergelijkheid. Nou, je ziet hier dat ik de marginale totalen heb toegevoegd. En dan zie je bijvoorbeeld op rij 1 dat ik in de rechterkolom bij de marge rijen heb staan F1, plus. En dat plusje betekent alle kolommen optellen. Dus om dit marginale totaal te krijgen, moet je de waarde van alle kolommen in rij 1 bij elkaar optellen. In dit geval is dat F1,1 plus F1,2. En je zou hetzelfde kunnen doen voor rij i is 2. En dan zie je in de rechterkolom bij de marge rijen F2, plus. En dat betekent dus voor rij 2 alle kolommen optellen. Dus dat wordt F2,1 plus F2,2. En je zou ook het overkoepelende totaal op die manier kunnen berekenen door alle cellen bij elkaar op te tellen. Dat is die f plus, plus in de rechteronderhoek. Maar waarom noemen we dit eigenlijk de marginale frequentiedistributie? Nou, we noemen het marginaal omdat je hem als het ware in de marge krabbelt. Weet je nog die schriften van vroeger op de middelbare school? Daar had je zo'n lijn die de marge van je schrift aangaf. Die kruistabel van daarnet, die heeft ook een marge. En in die marge krabbelen we het totaal van de rijen en in de ondermarge krabbelen we het totaal van de kolommen. Dus als we kijken naar de marginale frequentiedistributie van de getallen uit dit voorbeeld, dan zien we dat voor de variabele gendergelijkheid er 42 mensen zijn die vinden dat het nog niet bereikt is en 3 die vinden dat het wel bereikt is. En voor de variabele geslacht zien we dat er 29 vrouwen zijn en 16 mannen. En dit zijn als het ware de totalen onafhankelijk van de andere variabelen.
Dus dit is de marginale frequentiedistributie van de variabelen geslacht en van de variabelen gendergelijkheid, onafhankelijk van elkaar. Maar als ik zo benadruk dat die marginale frequentiedistributie voor elke variabele onafhankelijk van de ander geldt, dan is het vast ook mogelijk om een frequentiedistributie te krijgen die wel afhankelijk is van de waarde van de andere variabelen. Dat klopt en dat noemen we de conditionele frequentiedistributie. Dat is de frequentiedistributie van één variabele voor een specifieke waarde van de andere variabelen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen vragen, wat is de conditionele frequentiedistributie van gendergelijkheid voor mannen alleen? Dat is hier in het paars gearceerd in de tabel. Je ziet dan de verdeling alleen voor mannen. En dan zijn er dus 14 mannen die vinden dat het nog niet bereikt is en 2 die vinden van wel. Je kan ook nog specifieker worden en het hebben over de joint frequency distribution, de gezamenlijke frequentieverdeling. En dat is de frequentie voor een specifieke waarde van de ene variabele en een specifieke waarde van de andere variabele. Dan kom je dus uit op een specifieke combinatie van 2 waardes. Bijvoorbeeld, wat is de frequentie van het aantal mannen die wel vinden dat volledige gelijkheid is bereikt? En dat is die ene waarde 2. We hebben het nu over absolute aantallen gehad, de zogenaamde frequenties. Maar je kan die frequenties ook standaardiseren door ze om te rekenen naar een kans. Je kan die frequenties standaardiseren door ze te delen door het totaal aantal proefpersonen. Dan krijg je een kansverdeling in plaats van een frequentieverdeling. En welke frequenties en welk totaal je gaat gebruiken, dat hangt er vanaf welke kansverdeling je wilt zien. Bijvoorbeeld, je kan een marginale kansverdeling berekenen. Om dit te krijgen neem je de marginale totalen en die deel je door het globale totaal. Dus bijvoorbeeld, wat is de marginale kansverdeling van het geslacht? Nou, we hebben gezien 29 vrouwen en 16 mannen. Er zijn 45 mensen in totaal. En als je die 29 en 16 deelt door 45, dan krijg je 64% en 36% respectievelijk. Dit is wederom een marginale verdeling, dus dat is onafhankelijk van de waarde van de tweede variabele, namelijk volledige gelijkheid. Op dezelfde manier kan je een conditionele kansverdeling berekenen door de conditionele frequenties te delen door het marginale totaal. Dus bijvoorbeeld, als we de vraag stellen, wat is de conditionele kansverdeling voor gelijkheid voor mannen? Dan neem je de waarde voor mannen op de variabele gelijkheid. Dus er zijn 14 mannen die vinden dat dat nog niet bereikt is en 2 die vinden van wel. In totaal zijn er 16 mannen, dat is dat marginale totaal. En je kunt die 14 door 16 delen en die 2 door 16 delen. Dus dan krijg je 88% van de mannen vindt van niet en 12% vindt van wel. Op dezelfde manier kan je ook de joint kansverdeling, de gezamenlijke kansverdeling, berekenen. En hiervoor neem je een specifieke celfrequentie en die deel je door het globale totaal. Dus bijvoorbeeld, wat is de gezamenlijke kans dat iemand man is en wel vindt dat volledige gelijkheid bereikt is? Nou, er zijn 14 mannen die dat vinden. Deel ze door het globale totaal van 45 en je krijgt 31%. Dat wil dus zeggen, 31% van alle proefpersonen is man en vindt dat volledige gelijkheid al bereikt is. Maar de grote vraag is er een significant verband tussen die twee variabelen? En om dat te kunnen bepalen, gaan we een toets berekenen, namelijk de Gi-kwadraattoets. Wat voor onderzoeksvraag zou je kunnen stellen over deze tabel? Nou, je zou je kunnen afvragen of er een verband is tussen iemands eigen geslacht en of ze vinden dat volledige seksengelijkheid al bereikt is. We gaan dat toetsen en daarvoor volgen we deze stappen. Allereerst gaan we de verwachte celfrequenties uitrekenen. En dat zijn de frequenties die je zou mogen verwachten als er geen verband was tussen die twee variabelen. Met andere woorden, dat is hoe je frequentietabel eruit ziet onder de nulhypothese van geen verband. En we geven deze celfrequenties aan met een F sub E, dat is de expected frequencies. Vervolgens gaan we het verschil berekenen tussen de geobserveerde celfrequenties, de FO, observed frequencies, en de verwachte celfrequenties FE. Op basis van die verschillen berekenen we onze teststatistiek
en bij die teststatistiek voeren we een Gie-kwadraattoets uit. Zoals ik al zei, zijn de verwachte celfrequenties de nulhypothese. Maar hoe kom je aan die verwachte frequenties? Om de verwachte frequentie voor één cel uit te rekenen, neem je eerst het marginale rijtotaal in de rij van die cel. Dan neem je het marginale kolomtotaal in de kolom van die cel. Die vermenigvuldig je met elkaar en het product wat je dan krijgt deel je door het globale totaal. Nou, laten we dat even voor één cel doen in deze tabel. Als we bijvoorbeeld kijken naar vrouwen die niet vinden dat volledige gelijkheid bereikt is, dan kijken we, wat is het marginale totaal voor vrouwen? 29. Wat is het marginale totaal mensen die niet vinden dat volledige gelijkheid bereikt is? 42. Die vermenigvuldigen met elkaar. Nou, dat zal ergens rond de 120 zijn. En dat delen we door het globale totaal 45. En dan krijg je 27. Dus als er geen verband zou zijn tussen geslacht en gelijkheid, dan zouden we 27 mensen mogen verwachten in die cel. Op dezelfde manier zou je dan mogen verwachten dat er 2 vrouwen zijn die wel vinden dat volledige gelijkheid bereikt is, 15 mannen die van niet vinden en 1 man die van wel vindt. Dit zijn onze verwachte celfrequenties F sub 1. Nu gaan we het verschil bepalen voor elke cel tussen dat verwachte aantal onder de nulhypothese en het daadwerkelijk geobserveerde aantal. Voor de eerste cel zien we dat we er 1 persoon van afzitten, dus er is 1 vrouw meer. En voor de tweede cel, dus vrouwen die vinden van wel, zien we dat we 1 vrouw minder hebben waargenomen dan verwacht. Voor de mannen zien we ook in de linkercel 1 man minder dan verwacht en in de rechtercel 1 man meer dan verwacht. Dus in totaal zitten we er bij elke cel precies 1 persoon naast. Op basis van die afwijkingen, ten opzichte van de verwachte waarden, kunnen we onze teststatistiek gaan berekenen. En de formule voor die teststatistiek die is als volgt. Maak een som over alle cellen en voor elke cel neem je de geobserveerde minder verwachte celfrequentie. Dat kwadrateer je om altijd een positieve waarde te krijgen. En die gekwadrateerde waarde die deel je weer door de verwachte celfrequentie. Dus voor elke cel voer je dit sommetje uit en dan tel je al die sommetjes bij elkaar op. Dat geeft je een Gie-kwadraatwaarde. En die Gie-kwadraatwaarde die kan je opzoeken in de tabel achter in je boek om een p-waarde te krijgen. Maar dan heb je eerst een aantal vrijheidsgraden nodig. In deze Gie-kwadraattoets wordt het aantal vrijheidsgraden bepaald door te nemen het aantal rijen min 1 keer het aantal kolommen min 1. En als je een 2 bij 2 kruistabel hebt, dan is het aantal vrijheidsgraden dus 1. Nou, ik heb hier het sommetje helemaal uitgewerkt. We zaten er voor elke cel precies 1 persoon naast. Dus we hebben 1 in het kwadraat gedeeld door het verwachte aantal 27 plus min 1 in het kwadraat, dat is weer 1, gedeeld door het aantal verwachte personen 2, etcetera, etcetera. Je ziet dat ik dit allemaal bij elkaar op kan tellen en dan krijg ik een Gie-kwadraatwaarde van 1,35. Het aantal vrijheidsgraden, wat ik al aangaf, dat is 1 in dit geval. En als ik dat in mijn boek opzoek, dan krijg ik een p-waarde van 0,59. Dat is dus best een grote p-waarde. Herinner je van vorige week dat we die p-waarde als volgt interpreteren. Wat is de kans om zulke grote verschillen te observeren ten opzichte van de verwachte celfrequenties, als er in werkelijkheid geen verband is tussen deze 2 variabelen? Nou, die kans is ongeveer 60%, dus het is best normaal om deze verschillen te vinden als er in de populatie geen verschil bestaat. We zijn dus niet verrast door de data en dat betekent dus dat we ook geen nulhypothese gaan verwerpen. Net als elke toets heeft die Gie-kwadraattoets een aantal aannames waar je rekening mee moet houden. En in dit geval heeft dat ermee te maken dat die Gie-kwadraattoets niet betrouwbaar is als de verwachte frequenties erg klein is. Cochrane heeft daar een vuistregel voor ontwikkeld. Die heeft namelijk gezegd, alle verwachte celfrequenties moeten groter of gelijk aan 1 zijn en 80% daarvan moet groter of gelijk aan 5 zijn. Nou, in dit geval voldoen we daar niet aan, want de helft van de verwachte celfrequenties was kleiner dan 5. Namelijk alle mensen die vinden dat volledige gendergelijkheid nog niet bereikt is.
Stel je echter voor dat je wel een significante Gie-kwadraattoets had gevonden. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er wel een verband is tussen jouw twee nominale variabelen. Maar we hebben nog één probleem. En dat probleem is dat we niet weten welke cellen het meest afwijken van de verwachte waarde. Dat is nuttig omdat het je kan vertellen welke van die cellen het meest bijdragen aan die significante toets. We hebben een oplossing om te berekenen welke cellen dat effect aandrijven. Dat doen we door gestandaardiseerde verschillen tussen geobserveerde en verwachte frequenties per cel te berekenen. Hoe kom je nou aan die gestandaardiseerde verschillen? We noemen ze ook wel de gestandaardiseerde residuen. Nou, die bereken je door het verschil tussen de FO en de FE te berekenen. Dus de geobserveerde frequentie min de verwachte frequentie. En dat delen we door een standaard error voor dat verschil. Ik heb jullie vorige week ook uitgelegd dat je voor bijna elke statistiek wel een standaard error kan krijgen. Alleen de formule verschilt nogal wat. In dit geval hebben we een ingewikkelde formule. We moeten namelijk de wortel hebben van de verwachte celfrequentie keer 1 min de conditionele kans in die rij keer 1 min de conditionele kans in die kolom. In SPSS hoef je dit niet handmatig uit te rekenen. Je kan daar namelijk zo de gestandaardiseerde verschillen opvragen voor een kruistabel. Als we dan naar deze kruistabel krijgen, deze is niet super informatief, want ze zijn allemaal precies even groot, omdat het verschil telkens 1 was. Maar dan zie je dus dat die z-scores 1,17 zijn voor alle waarden. Het is handig dat dit z-scores zijn, want jullie weten al hoe je een z-score moet interpreteren. Je weet dat een z-score van groter dan plus 2 of kleiner dan min 2 ongeveer significant is als je toetst bij een alfa van 0,05. En je weet ook dat een z-score van kleiner dan min 3 of groter dan plus 3 heel weinig voorkomt. Dus dit helpt jou om die verschillen te interpreteren. We hebben nu gekeken naar verbanden tussen nominale variabelen. Maar er is nog een type categorische variabelen, de ordinale, waar er een volgorde is tussen de groepen. Die volgorde die draagt extra informatie bij. Kunnen we die informatie gebruiken om een betere toets uit te voeren? Jazeker, en dat gaan we nu doen. Om een verband tussen ordinale variabelen te berekenen, kunnen we een soort van correlatie uitrekenen, een maat van samenhang. En die samenhangsmaat vertelt ons of het zo is dat wanneer x omhoog gaat, y ook omhoog gaat. Voor ordinale variabelen kunnen we daarvoor de gamma berekenen of Kendall's tau. Dat zijn twee maten van samenhang voor ordinale variabelen. Allebei deze samenhangsmaten zijn gebaseerd op het idee van concordante en discordante paren. Wat zijn dat nou precies? Je berekent ze allebei op basis van een kruistabel. Maar omdat je nu een kruistabel maakt van twee ordinale variabelen, heb je een volgorde in de rijen en ook een volgorde in de kolommen. Dus de kolommen gaan bijvoorbeeld van laag naar hoog en de rijen gaan bijvoorbeeld ook van laag naar hoog. De concordante paren, dat zijn het aantal combinaties van cellen in je kruistabel waarvoor geldt dat zowel x als y een hogere waarde heeft dan die specifieke cel. En het aantal discordante paren, dat zijn het aantal paren of combinaties van cellen in je kruistabel, waarvoor geldt dat er combinaties zijn waarvoor zowel x als y juist lager zijn. Ik heb een kleine applicatie geprogrammeerd die dat verschil demonstreert en die ga ik jullie nu laten zien. Ik ga deze app demonstreren aan de hand van data die ik bij mijn eigen studenten verzameld heb. En ik was geïnspireerd om die data te verzamelen door een artikel wat ik las. En in dat artikel stond dat Paul Cliteur, hij is politicus bij Forum voor Democratie en wetenschapper, dat hij van mening was dat er een kwotum voor rechtse wetenschappers moet komen. Omdat anders studenten geïndoctrineerd worden met links gedachtegoed aan de universiteit. Nou is het inderdaad zo dat er relatief meer linkse wetenschappers zijn dan rechtse wetenschappers. Maar je kan je afvragen waarom dat eigenlijk zo is. In de sociologie is het belangrijk om bekend te zijn met het zogenaamde selectie-effect. En het selectie-effect betekent dat mensen zichzelf voorsorteren voor bepaalde posities in de samenleving. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat linkse mensen meer het algemeen belang nastreven en daarom een functie als wetenschapper opzoeken, laag betaald, maar dient wel het algemeen belang,
En dat rechtse mensen meer geloven in de vrije markt, kapitalisme en dergelijke. En daarom op zoek gaan naar een beter betaalde baan in het zakenleven. Ik had mijn studenten niks van deze context verteld. Ik heb ze alleen gevraagd, wat is jouw politieke voorkeur? Links, midden of rechts? En ambieer jij een carrière in de wetenschap? Wel, misschien of helemaal niet. En nu gaan we naar de data kijken. We zien dat de politieke voorkeuren links, midden en rechts vertegenwoordigd zijn. We zien ook dat er meer linkse studenten zijn dan midden en rechts. En we zien dat de voorkeuren voor een carrière in de wetenschap ook op een bepaalde manier verdeeld zijn. We zien eigenlijk dat er vooral studenten zijn die daar neutraal tegenover staan. Op basis van deze applicatie ga ik laten zien hoe dat nou zit met concordante en discordante paren. Ik wil even benadrukken dat dit allebei ordinale variabelen zijn. Ik krijg vaak van studenten de vraag, is politieke voorkeur wel ordinaal? En ik denk dat daar verwarring over is, omdat het natuurlijk niet zo is dat rechts beter is dan links of links beter dan rechts. Maar je kan wel zeggen dat rechts rechtser is dan links en links is linkser dan rechts. En midden zit er tussenin. Dus inderdaad, ordinaal. Als we kijken naar de variabele voorkeur voor een carrière in de wetenschap, dan is het evidenter dat dit inderdaad een ordinale variabele is, want graag is liever dan helemaal niet. Goed, nu gaan we kijken naar de concordante paren. We beginnen bij de eerste cel. Ik klik hem even aan. Voor elke cel gaan we kijken hoeveel mensen er zijn die zowel rechtser zijn als minder graag een carrière in de wetenschap willen hebben. Voor deze 7 mensen zijn dat er 6 plus 4 plus 2 plus 3. Deze mensen zijn allemaal rechtser en willen minder graag een carrière in de wetenschap. Voor deze cel kunnen we het aantal concordante paren als volgt uitrekenen. We nemen die 7 mensen en we vermenigvuldigen het met alle mensen die rechtser zijn en minder graag een carrière in de wetenschap willen hebben. Dus dat is 7 keer 6 plus 2 plus 4 plus 3 is 105 concordante paren voor deze cel. Dan gaan we naar de volgende cel. Er zijn 1 mensen die een middenpolitieke voorkeur hebben en graag een wetenschappelijke carrière willen. En voor die ene persoon zijn er 4 plus 3 die zowel rechtser zijn als minder graag een carrière in de wetenschap willen hebben. Tot slot komen we bij deze cel uit. En dat is voor de rechtse mensen die graag een carrière in de wetenschap willen. Nou, dat zijn er 0. En er zijn geen mensen die rechtser zijn en minder graag een carrière in de wetenschap willen hebben. Want we zitten in de allerrechtse cel. Dan gaan we naar de volgende rij. We klikken op deze 17 mensen. Die zijn links en die willen misschien een wetenschappelijke carrière. En voor die 17 zijn er 2 plus 3 die zowel rechtser zijn als nog minder graag een carrière in de wetenschap willen hebben. Om het aantal concordante paren hier te bepalen, nemen we die 17 en die vermenigvuldigen we met de 2 plus 3, komen we uit op 85 concordante paren. Dat kunnen we ook voor deze 6 doen. Voor die 6 zijn er 3. En dat is dus 6 keer 3 is 18 concordante paren. Nou, voor deze 4 zijn er geen mensen die rechtser zijn en minder graag een carrière in de wetenschap willen. En voor deze 5 en 2 en 3 geldt ook dat er geen mensen zijn die nog minder graag een carrière in de wetenschap willen. Dus nu hebben we voor alle cellen in de tabel het aantal concordante paren bepaald. Dan gaan we kijken naar het aantal discordante paren. Nou, we beginnen bij de studenten die links zijn en graag een carrière in de wetenschap willen. Er zijn geen studenten die linkser zijn en minder graag een carrière in de wetenschap willen. Zie je, er zijn geen paren die hier nog links en onder van vallen. Als we kijken naar de studenten die midden zijn, dan zijn dit de studenten die daarmee een discordant paar vormen. Dus om hier het aantal discordante paren te berekenen, doen we die 1 keer 17 plus 5. Dus dat zijn in dit geval 1 keer 22 discordante paren. En voor deze 0 studenten zijn er 17 plus 5 is 22, plus 6 plus 2 is 30. Voor deze 0 studenten zijn er 30 studenten die daarmee een discordant paar vormen. Dus dat is 0 keer 30 is 0 discordante paren. En dan gaan we hier naartoe. Voor deze 17 zijn er geen die daaronder vallen. Voor deze 6 zijn er 5 die daaronder vallen. Dus hier hebben we 6 keer 5, dat zijn 30 studenten die een discordant paar vormen.
En voor deze 4 zijn het er 4 keer 5 plus 2, dus 4 keer 7 is 28. En dan komen we hier. Nou, er zijn geen studenten die hier nog linksonder vallen. Hier ook niet en hier ook niet. Dus zo kunnen we het aantal discordante paren berekenen. Als we nou hebben berekend hoeveel van die concordante en discordante paren er zijn, dan kunnen we gamma berekenen als een maat van samenhang. Wat je doet, is eerst bereken je voor elke cel in je tabel het aantal concordante en het aantal discordante paren, C en D. Die tel je allemaal bij elkaar op, dus je hebt nu 2 getallen, het totaal aantal concordante paren, C sub T, en het totaal aantal discordante paren, D sub T. Als we nou even terugdenken naar het begin van dit college, waar ik uitlegde dat je zo'n kruistabel kunt indexeren via de rijen I en via de kolommen J, dan kan ik je deze formule geven. Het totaal aantal concordante paren is een som over alle rijen I en alle kolommen J. En dan tel je bij elkaar op het aantal concordante paren in elke cel I, J. Op basis van die totalen kun je gamma uitrekenen als maat van samenhang. En de formule voor gamma is het verschil tussen het aantal concordante en discordante paren gedeeld door het totaal aantal concordante plus discordante paren. Nou, wat gaat er gebeuren met deze formule? Als het aantal concordante paren groter is dan het aantal discordante paren, dan heb je een positief getal en dat standaardiseer je door het te delen door het totaal aantal concordante en discordante paren. Als het aantal discordante paren groter is dan het aantal concordante, dan krijg je in de teller een negatief getal en dat standaardiseer je dan ook weer door het totaal. Dus wat we gaan krijgen is dat gamma een positieve waarde heeft als er meer concordante paren zijn en een meer negatieve waarde als er meer discordante paren zijn. Dus net als een correlatie wordt het positief als het verband positief is en negatief als het verband negatief is. We kunnen ook zien dat omdat we delen door C plus D, dat gamma de waarde 1 zal hebben als er alleen maar concordante paren zijn. En andersom dat het de waarde min 1 zal hebben als er alleen maar discordante paren zijn. Dus het heeft heel veel eigenschappen die lijken op een correlatie. Het gaat van min 1 naar plus 1 en negatieve waarden betekenen negatieve samenhang en positieve waarden betekenen positieve samenhang. We kunnen het nu uitrekenen voor het specifieke voorbeeld met politieke voorkeur en een carrière in de wetenschap. We krijgen dan 215 concordante paren min 80 discordante gedeeld door 215 plus 80. Dat is 135 gedeeld door 295 en dan krijgen we een matige positieve samenhang, punt 46. Tot slot wil ik jullie bekendmaken met Kendall's taal. Kendall's taal is eigenlijk een verfijning van de gamma. Er is namelijk een probleem en dat is dat de grootte van de gamma afhankelijk is van hoeveel rijen en kolommen er zijn. Kendall voert hiervoor een correctie door, waardoor dat niet meer het geval is. Kendall's taal hoef je niet handmatig uit te rekenen, maar het is belangrijk om te weten dat je in SPSS die taal kan krijgen en dat dat een betere mate is van samenhang tussen ordinale variabelen dan de gamma. Dat is het einde van de stof van vandaag. Jullie hebben nu geleerd hoe je frequentie- en kanstabellen kunt maken. Jullie hebben geleerd hoe je samenhang kunt berekenen tussen nominale en ordinale variabelen, waarbij we voor de nominale variabelen Gi² gebruiken en voor de ordinale variabelen gamma of Kendall's taal. Veel succes bij de practica!